Goedenavond. Ik ben in de moestuin. Het is echt prachtig weer. Hele week al. En ik ga even wat de moestuin een beetje vullen. Ik ga hier wat prei inzetten in dit bed. Ik heb gisteren nog even wat gras overheen gegooid. Daar ligt eerst een laag compost op. Hier hebben we compost. En nog wat mest ligt eronder. En over die compost heb ik wat gras gegooid. Gras heb ik de wereld hier. Als ik elke week een maaier onder doe, dan kan ik bijna alle bedden er wel onder gooien. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar een dun laagje is altijd wel goed voor het bodemleven. Dat nemen de wormen mij wel in dank af, denk ik. En dan ga ik eerst even... Nou, ik zal eerst de prei even laten zien. Ik heb preiplantjes opgehaald. Prei moet je zelf niet voorzaaien, dat is veel te duur, dat kan niet uit. Hier heb ik twee bosjes van, 2x50, zo'n 100 preiplant. En die ga ik er even inzetten. En dat betekent, het bed is 8 meter, dus 25 centimeter uit elkaar, 4 op een meter. Keer 8 is 32, keer 3 is 96. Zoveel ben ik er nodig. Ik zal je even neerzetten, want anders kan ik het natuurlijk niet voor me krijgen. Dat is ook altijd een strijd natuurlijk. Het idee is wel dat jullie blijven staan. Maar wilt zien hoe het gaat. De bedoeling dat er 3 bedden op komen. Dat is niet al te breed, zie ik wel. Dus het wordt nogal gezellig voor de preitjes. Wat heb ik daarvoor nodig? Een meetstok en een prikstok. Je kunt het natuurlijk op het oog doen, maar dat pakt bij mij nooit zo goed uit. Even zo.
nog even een updateje van de brandnetel hier. Het is nu dus woensdagavond. Ik heb het zaterdag gedaan. Dat is 4 dagen geleden. Elke dag roer ik. En het is eigenlijk best wel bijzonder hoe het gaat. Kijk, er ligt echt gewoon een zwarte laag op. Nu heb ik maar 1 hand, dus ik pak even een vork met 1 hand. Maar het stinkt nu al. Ik zal het een beetje omroeren. Die emmer zat ook dus echt vol met brandnetel. En dat blijft eigenlijk gewoon qua volume, qua massa, blijft er niks over. Ik trek daar echt allemaal in het water. Het is schuim. Dat doet me echt een beetje denken aan een soort moerasgeur. Waar veel planten staan en wat er onder water komt te staan. Een beetje in die rijke gebieden. Weer zo'n putlucht. Het is geen mestlucht. Maar wel een hele kenmerkende lucht. Rustig roeren, anders komt het op mijn benen of klompen. Ja, nu zit er eigenlijk gewoon, die emmer staat helemaal vol. En dit is wat er nu nog ongeveer in zit, een ietsje meer natuurlijk, maar hier. Het lost gewoon op. Elke dag zit er zo'n zwarte laag op. Dus ik moet elke dag even roeren. Er verdwijnt niet veel water uit. Dat valt mee. Verdampt niet heel veel. Dat is maar goed ook, want anders. Nou ja, dan wordt het misschien heel geconcentreerd. Dan kun je er straks iets meer water bij gooien. Ja, dat heb ik weer geroerd voor vandaag. Hey, push. De kat is niet heel aanhalig, maar wat ze absoluut niet kan weerstaan, is lawaai. Lawaai wat ze eigenlijk niet kan zien, dus iets achter de bank. Of dan zijn die nageltjes niets ontziend, je moet dat heel voorzichtig doen altijd. Als die achterpootjes erbij komen, dan weet je het wel. Kijk, dan is het de achterpootjes gaan vaak samen met de bek. Dan komt de bek er ook in één keer bij. Nou, Reddy Moor. Alle groenten zitten erin, althans voor vanavond. Nog een beetje water geven, een kwartiertje. Morgenavond nog een keer, denk ik. Nou, dan moeten ze maar redden. Met jij, poes. Mooiste tijd van het jaar en het voorjaar. Alles groen, alles komt in kleur.
Volgens mij is het nu 9:45 of zo. Gewoon buiten zitten. We hebben nog een maand voordat de langste dag er is. Dat zeg ik nog meer zelfs. We hebben nog wat om naar uit te kijken. De kippen zitten al op stok. Maar het is nog steeds lekker warm.